Hoi hoi, Tessa uit de toekomst hier. Ik ga zo, nou ja, in de video ga ik zo oefenen voor jumping. Eigenlijk van plan om met cavalettis weer een voltetje te maken en dan daarmee te oefenen. Maar de bak kon niet gesproeid worden, maar dat maakt niet uit. Toen mocht ik uiteindelijk op een menveld gaan. Op de wei gestaan. Ik mocht op het menveld trainen, heel gaaf, en mocht over de bult heen. Dus daar ben ik heel vaak overheen gegaan, daarop wissels gemaakt. En tussen de menhekjes ben ik gaan galopperen en daarin wissels. Dus sturen, dat hebben we in ieder geval onder knie vanmorgen. Ik hoop wel dat het morgen überhaupt doorgaat. Het is nog steeds geen startlijst. Dat is wel een nadeel, maar dat maakt niet uit. Ze hebben lekker op de wei gestaan, anderhalf uur volgens mij, of twee uurtjes. Super fijn. En nu gaan we lekker naar huis toe en dan zie ik jullie morgen weer. Hoi! We zijn met de boerentour. On our way to the Chuping Maasloes. Do you have very much zin in it? Ja, want je gaat nu op een hoogte die ik acceptabel vind. Ja, toch wel? Ja, 70-80 kan je makkelijk. Maar ja. Natuurlijk het parcours afgelopen maandag op 85-90, dat sprong je met gemak. En ook nog 5 hindernissen van een... De 90 meter. Nee, ik heb hem daarna opgehoogd naar 95 meter en toen ging hij 50. Ja, maar toen de eerste drie hindernissen, die gingen wel goed. En die groene okser, zei mama dat hij op een meter stond. Ja, dus... die heb ik gelijk op een meter gezet. Ik vond hem inderdaad ook pittig hoog, maar het ging goed. Dus ik ga vandaag 70-80, dat is gemak. Ja. Dus, en jumping, ik vind dat zo'n gaaf evenement. Misschien ook gewoon omdat ik dat vroeger altijd heb gedaan. En wat het leukste was, ik ging vroeger dan helpen. En als ik parkeerwachter en dat voor iedereen had ik een plekje van... Oh, daar kan die staan. Heb je dat hele verhaal al verteld? Dat maakt me niet uit. Okay. En daar kan de ander staan, daar kan er weer eentje staan. Heel leuk. Maar nu ga ik er zelf aan meedoen voor het eerst met springen. Ja, het is wel oefen springen, maar jumping is jumping. Ben ik weer. Ik heb jumping mijn sluis gereden. Ik heb twee keer een rondje 80 gedaan. Eigenlijk zou ik een rondje 70, rondje 80 gaan. Maar het was verkeerd gegaan. Toen was ik twee keer op 90 ingeschreven. Toen heb ik het uiteindelijk naar twee keer 80 gedaan. En nou ja, eerst één keer zou het worden van één keer 80, één keer 90. Maar uiteindelijk is het twee keer 80 geworden. Omdat het eerste rondje, nou ja, het ging wel oké. Maar ze had bij... Alle tweede rondjes had ze bij hindernis 3 een weigering. Nou ja, dat past een soort niet in mijn hoofd. Ik vond die hindernissen raar. Dat was die bruine. Het tweede rondje ging stukken beter. Het eerste rondje was ik heel erg gespannen. En had ik me veel beter moeten concentreren tijdens het losrijden. Dus dat is weer iets waar ik aan kan gaan werken de volgende keer. Zo, we zijn bij Horses in Hent. Ivy mag weer trainen op de aquatrainer.
En ja, ik ben benieuwd hoe het gaat. We gaan erheen. Ze is op de aquatrainer geweest en ze snapt het. Dus dat is super fijn. Heeft even geduurd, want het is denk ik de 5e of 6e keer al. Maar nu zaten er echt veel goede passen op tussen. Ze was in haar bubbel aan het raken, maakte meer lengte. Dus ja, ging eigenlijk heel erg goed, blij mee. Mag ze vrijdag weer. Morgen ga ik met Blondie. Nu ga ik met de boer om te joer weer terug naar naar Den Hoorn. En ik hoop dat we niet al te veel file hebben. Zo, inmiddels zijn we terug van de aquatrainer met Ivy. En gaan de meisjes nu lekker op het land. Ik ga de trailer opruimen en daarna Tess halen. Kunnen paardjes weer van het land, dan kan zij ze afzorgen. En dan is het er dag weer op. Het is vandaag dinsdag en tijd voor de aquatrainer. Dit keer met Blondie. Ook de hondjes zijn mee. Alleen die zijn vandaag een beetje lastig. Nou, die gaat lekker aquatrainen. En dan zijn we er morgen weer voor les. Blondie is lekker in de bubbel geweest. Ik heb alleen niet gefilmd omdat ze in de bubbel zat. En om dan de camera erbij te pakken, dat vind ik toch een soort sneus. Was echt lekker bezig. Hondjes deden het braaf. Dus wij gaan nu terug naar Den Hoorn. En dan ga ik ze even op de wei zetten. En dan vanmiddag komt ze er weer afhalen. We hebben 1, 2, 3, 4. Maar 5, nee, 4. Poepscheppen. Nee, we hebben 2. En we gaan even de wei langs lopen, want ze hebben er best wel lang op gestaan. 5 uur volgens mij. Dus, nou, wie are gonna schep some shit? Wie? Volgens mij jij. We come to fight together. En hele koesemorgen, dus om zorgen. Ik en Ivy'tje aan het longeren en het is vandaag... Dag. Oh jongens, over 2 weken heb ik een poetsweek en dan ben ik klaar met school. Wat? Ja, dan gaan we nog een of andere gekke opdracht doen en met z'n allen naar Walibi. We hebben nog een klasseuitje en dat was het. Dat was het. Dus sommige vakken heb ik nu ook al voor de laatste keer gehad omdat er heel veel uitvalt. Sommige vakken heb ik nog maar 2-3 keer of 1 keer. Dus tijd gaat heel snel, te snel. Morgen krijg ik mijn beugel. Mwah! Dan vraag je af, Tessa, wat voor beugel krijg je? De meest vreselijke beugel die er bestaat op een planeet genaamd Aarde. Een blokbeugel. Dat is zo'n beugel. Dat zit daar. En dan ga je helemaal gek praten en zo. Daar ben ik niet zo blij mee. Maar het doesn't matter. It doesn't matter to me. Eigenlijk wel, ik vind ze best stom. Maar ik heb vandaag les bij Astrid, dus daar ga je zo naar kijken. Maar eerst een stukje Ivy lunchen. We are going to do some dressure. Dressage for dressage. My English is not very good, but Een beetje gek zijn dood voor jou. Een beetje aardig. Het was de bedoeling. I tried to do it over her ears, but it completely mislukte. Yes. Maar we gaan het Tess hier doen na heel veel springen. En morgen gaan we springen en de dag daarna gaan we springen, maar dat maakt niet uit. Nee, en als je hier nou iets aan toch zou willen verbeteren, we blijven natuurlijk altijd kritisch. Nou, dat had ik net ook. Toen ging het goed in haar hals en toen merkte ik dat ze heel snel ging stappen. Toen had ik er toen ook iets teruggenomen en geprobeerd om met mijn kuiter er weer meer voorwaarts te maken. Ja. En dat lukte wel een stukje, alleen het is heel lastig. Ja, want er is één voorwaarde die ontbreekt, waardoor je er niet actief krijgt. Weet je welke dat is? Achterbeen. Ja, en waarom komt het dat het achterbeen niet onder kan treden? Niet actief? Nee, omdat ze niet nageeft in linkerstelling. Linkerstelling? Nee, in linkerstelling geeft ze nu niet na. Ze geeft nu wel. Even iets langer eraan houden. Dus je hand zachtjes naar voren brengen. Je hoeft niet te trekken, je hoeft alleen maar een prikkel aan te dienen tussen nek en kaak door je hand daar. En hier zo, niks doen, wachten. Gewoon wachten tot ze loslaat. Als zij loslaat, dan geeft ze na, daar, en nou moet jij loslaten en nou kun je been geven. Tjak.
kijk, zie je, dan reageert het wel. Voel je? Ja. Oh ja, ik kom nu omhoog. Ja. Dus heel belangrijk dat op het moment dat zij loslaat in nek en kaak, dat jij je hand meteen ontspant, maar dat je ook meteen been geeft. Want dat is het momentum waarop je dus je paard het beste kan activeren. Wil niet zeggen dat de rest geen zin heeft om te activeren, maar een paard kan pas ondertreden als hij nageeft in nek en kaak. Dus opstelling. Maar let erop, Tess, dat je niet, als je inwerkt met je teugel, dat je niet trekt. Ja, dus je maakt een licht contact op je buitenteugel. Die werkt naar voren toe in. Zodanig hè, dat je dat, ja, het kopje naar links krijgt. Duw met rechts naar links toe. Dat is goed. Zo ja, dit is goed. Dit is goed. Let op, Tess, dat je niet terug gaat werken met je hand. Ja. Ja, dus dat, want dan wordt ze weer kort in de hals. En dan uiteindelijk verlies je je nagevelijkheid. En dan heb je wel een krul, maar die krul is dan niet gebaseerd op nagevelijkheid. Zo ja, dit is mooi. Hele goede morgen voor me zorgen. Er is iets gebeurd. Ik dacht, ik krijg alleen een blokbeugel. Ik heb slotjes. Dus ik heb nu een heel fietsenrek ijzerwinkel in mijn mond. Plus nog een blokbeugel. Die ga ik niet uit laten zien. Dat vind ik heel goor. Maar Blondie en ik. Ja. Jij. We gaan vandaag naar de Bianca toe. Ik ga Blondie even poetsen. En dan gaan we over heel ruim zo mijn beugels zien. Maar dan gaan we 12:15 weg. Ik ben vandaag vrij van school. Het is donderdag trouwens. Vrij van school. Dus niks illegaals. Yay! Ik heb echt heel veel zin in. Want we hebben weer een tijdje niet bij Bianca gesprongen. En altijd als ik bij Bianca heb gesprongen, heb ik er weer echt heel veel aan. Dat gaat helemaal goed komen. En we gaan vandaag naar Utrecht. Dus dat is weer een keer het nieuws. Wacht, ik kan ook wel laten horen hoe ik zonder dik klink. Kijk, zo klinkt het een heel stuk beter. Maar ik moet dit ding wel in blijven houden. Want anders, ja. Oké. Okay. Woep, woep, welkom in de party. We zijn inmiddels met de Boer on Tour. Hebben we er... van je beugel? Ja. Hebben we er zin in, moeders? Ja, alleen ik probeer opzij te gaan en iedereen besluit naast me te gaan. Dat is niet de bedoeling. Zien we ons rijden, geef ons de plek. Ja? How to installeer this thing. I go pro.
Ik heb uitleg gekregen van papa en nou gaan we proberen. Zullen we beginnen met testen? Je kan pas testen als er een accu aan zit. Ja. Je kan de tester alvast ophangen. We beginnen alvast met testen in doen. Ja, goed. Is de spoed in de aarde? Ja. Je doet de tester eraan. Hij zegt, er is niks. Oké. Okay. Yes. Nu de accu. Nou, wie doet de accu? That is a different piece of cookie. And I know how to do that, but it is very difficult. Oké. Okay. Oh! Oh, nou, de start blijft er ook al in. Ja. Deze wordt in die aarde. Ja, doe maar bij het paaltje. Deze wordt bij het paaltje. Tussen het gras. Ja. En dan... Tada. Die erop. Hieraan. Het staat nog niet aan, dus dat maakt niet uit. Moet je het gewoon aanraken? Ja, want het ding staat uit. Niet te ver buigen. Dan als een paperclipje eraan. Helemaal doortrekken. Nog verder. Top. Even verder. We moeten gewoon aan hangen. Nee, hij staat toch niet, je hebt hem toch niet op on gezet? Hij staat op off. Toch, ja. Oké, okay, nu. Hebben we al stroom? De tester dichtbij. Dan gaan we hem aanzetten. Oké, 3, 2, 1. En nou? Hij knipperen. Gebeurt er wat? Ja, hij knippert. Wat knippert er dan? Dit dingetje. Hij knippert niet meer. Hij knipperde net. Ik zie niks. Ja, ik zag. Oh ja, ik zag het. En wat doet de tester nou? Ja, dat weet ik ook niet. Tester does not work. Ik denk dat we have to call papa. Ja, bel jij vader maar. De conclusie. De tester is kapot. Het stroom doet als het goed is wel. Dus dat is helemaal top. En zo niet, dan nou, papa gaat mee en die gaat dan aan het draad voelen. Want dat willen mama en ik niet doen. Omdat... Ja, iets had al schok gekregen. Ja, maar dat was bij het accu zelf en niet aan het draadje. Ja, dat was aan het draadje. Ja, niet aan het schrikdraad. Nee, dat moet goed. Nee, dus papa gaat een keer mee en die gaat het gewoon voelen. Want wij gaan het niet doen. Mm-mm. Ik heb zin in morgen. Ik heb nog even verteld wat we morgen gaan doen. Ik ga morgen in mijn eentje zonder mama. Ik moet werken. Mama moet werken? Ga ik crossen? Ja. Ik ga samen met de stalknurse mee. En Jeanette. Jeanette altijd. En we hebben daar een crossles oefending, volgens mij. Ja, in Ede. En dan heb je eigenlijk gewoon les op de crossterrein. Ja, want ik heb niet aankomende zondag, maar de zondag daarop heb ik daar een oefencross. Dus is echt, ik heb afgelopen zondag heb ik springen gedaan. Dan aankomende zondag heb ik dressuur. En dan de zondag daarop heb ik weer crossen. En dan heb ik in één keer alles gehad. Ik denk, nou, best een wedstrijd moet ik gaan doen. Voor de car. Of polo voor de car. Ja, nou, zo heb je wel van alles wat. Dus dat is wel heel leuk. Maar wij zijn bijna thuis. Cammy is zo lief om de paardjes van het land af te halen. Daar zijn we blij mee. Love naar Cammy. En dan gaan wij... Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik heb mijn laars aan het aantrekken. Want ik ga zo crossen. Het is een hele andere opstelling dan eerst. Of dan normaal. Want we zitten in een wagentje van iemand anders. Want mama is niet mee. Ik ben met iemand anders mee. Heel gaaf. Wacht, ik kan Blondie wel even laten zien. Hier moet je aantrekken. En dan zo. Maar ik ga zo crossen. Ik doe de poolprotector om. En de GoPro, dat was hem. Dat ga je die zo allemaal zien. Zo, oké. Okay. Ik ga het even wat meer uitleggen. Mama moest werken. Ik weet niet of dat wel. Dus die kon niet mee.
Dus ik ben samen met twee anderen mee en Blondie mocht ook gelukkig mee. Dus dat is heel fijn. We zijn hier al sinds 4 uur, volgens mij, 4:30. Het is nu 4:45 en ik ben zo aan de beurt. Samen met een andere halflinger. Dan doe ik de GoPro op. Maar ik moet ook mijn body aan. Ik moet even kijken of het allemaal gaat lukken. Ik zal staan. Dus nu eens even kijken naar de andere. En dan ga ik zo zelf lekker opzalen. Want Jeanette is nu ook nog even bezig. En dan krijg ik daarna les van haar. Sprong of over bijvoorbeeld wat een boomstam en dan en ook stukjes gefilmd door iemand daar en het is geairdropt naar mij ook via een iPhone 13, dus dat mag in de weekvlog. Maar dan konden we over het laagste stukje van de boom en wat deed Blondie? Blondie ging over een soort het hoogste stukje van de boom heen, dus het was ingewikkeld, maar het is uiteindelijk hartstikke goed gegaan. Ik ben super trots op haar. En Jeanette zei ook, waarschijnlijk volgende week zondag wordt een eitje voor je. Omdat ze het zo goed heeft gedaan vandaag. Dus ik ben hartstikke trots op haar. En het was het einde van de weekvlog. Super leuk dat je hebt gekeken. En ik zie jullie heel graag volgende week weer. Doei!